Ik zit wel eens te denken, als ik bijvoorbeeld in een nieuwe situatie kom, nu ga ik dan ik ga stage lopen volgend jaar. Mm-hmm. En dan gaat wel de vraag komen van, ga je zeggen dat je trans bent? Ga je dat niet zeggen? Als je dat wel wilt zeggen, wanneer zeg je dat dan? Of ja, hoe pak jij dat bijvoorbeeld aan? Nou, wat ik altijd eigenlijk vind, ergens vind ik het stom, hè, dat je komt dan uit de kast of zo, maar je hele leven heb je soms het gevoel dat je een soort van mini-coming-outs blijft doen. Ja, omdat klopt. In elke nieuwe situatie die je komt, geven mensen jou het gevoel dat je hun verschuldigd bent dat te vertellen. Mm-hmm. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Je hoeft het alleen te vertellen als je dat zelf wil. En sowieso als die situatie veilig is. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, dat vind ik ook. Want ik heb wel eens gehad dat ik bij mensen was die, ja, die hele homofobische opmerkingen maakten. En die ook over trans mensen hele nare dingen zeiden. Ik dacht, dan zeg ik het liever niet. Want het voelt niet fijn om het tegen deze mensen te zeggen. Ja, pick your battles. Ja. Je hoeft niet dat te vertellen. Maar ik vind het persoonlijk altijd wel fijn om het te vertellen. Hmm. Omdat als ik het gevoel heb dat ik om bepaalde onderwerpen heen aan het dansen ben, zeg maar, dan, dan is het ook heel moeilijk om een band met mensen op te bouwen. Ja, dat herken ik wel. En vooral bijvoorbeeld met mij dan als non-binair persoon met pronouns, dan moet je het eigenlijk wel in het begin zeggen. Of vind ik het handigst. Zowel Thorn als Frederik hebben de nodige operaties achter de rug. Beiden zitten nu beter in hun vel en dat zorgt op meerdere vlakken voor een gevoel van vrijheid. Nu ik bijvoorbeeld mijn mastectomie heb gehad, dus geen borsten meer heb, durf ik ook bijvoorbeeld als ik uitga, op een of andere manier vind ik heel apart, durf ik dus vrouwelijker te dansen. Ja. Dat vind ik zo grappig. Dat snap ik wel hoor. Of dat ik denk, bijvoorbeeld nagellak of zo, dat vind ik dus eigenlijk best wel leuk. En nu durf ik dat meer. Ja, ik heb echt precies hetzelfde. Ik heb iets te compenseren. Dat gevoel had ik eerst echt. Ik had ook af en toe wel dat ik dan echt meedeed aan van die mannen praat van, oh, Tite en zo. Dat is echt helemaal niet hoe ik ben. Zo ben ik helemaal niet. En nu kijk ik dan terug en dan denk ik, waarom? Waarom deed ik dat? Echt vanuit onzekerheid, omdat ik dacht, misschien denken mensen wel dat ik een vrouw ben en dat vind ik erg. En nu heb ik omarmd dat ik ook een gevoelige kant heb, dat ik meer een gevoelige man ben. En dat kan, en er zijn meer mannen die zo zijn.